Of automobilisten willen of niet, bijna overal in de stad mogen ze inmiddels nog maar 30 km per uur. Zo ook hier op de Robert Fruinlaan in Slotervaart. Maar deze smileypaal van de gemeente blijft lachen als je te hard rijdt. Dat bord was me al opgevallen, ja. Ik ga vaak genoeg met de metro en dan kom ik voorbij hier. Nee, hij doet het niet heel vaak, nee. Het is echt misschien met geluk dat hij het af en toe doet. Ja, het is confusing, because people that go at 50 can get a fine here and they get a smile. So, it's also a bit strange. Het apparaat staat nog altijd afgesteld tot 50 km per uur. Heel irritant, vinden sommige buurtbewoners. Ze gaan zeker harder dan 30. Bijna bij elke auto die je voorbij komt, zie ik die smiley en dan staat je op 48, op 47. Heel hard. Heel hard. Het is gewoon abnormaal. Soms als je dan langs loopt of zo, zie je gewoon auto's racen vanuit daar naar daar. En het is gewoon, ja, het is wel heel hard. Ja, 50, 80 rijden ze hier soms. Hij lacht tot 50 km per uur. Wat vindt u ervan? Ik vind het gewoon prima. Ja. U wilt hier wel 50 rijden? Ja, 50 rijden. Die 30 is een beetje lastig voor mij. Nice. You can see a lot of 50s here and still a smile. And so, yeah, I think they should change or make something different. Maar het is wel verwarrend lijkt me, want u mag hier maar 30. Ja, het is lastig. Ja, 30 is lastig. 50 is beter. En moet de gemeente het bord aanpassen, vindt u? Ja, dat vind ik ook, ja. Dus het moet naar 30? Ja. Naar 30, nee, het moet naar 50. Dus eigenlijk zouden die dingen aan moeten passen, maar of het dan effect heeft, dat geloof ik niet. En zolang geen flitser boven staat, geen boete, dus dan boeit het ook echt totaal niet. Dan gaan ze ook gaan zeggen, ja, voor wat zou ik 30 rijden als ik geen boete krijg. De gemeente laat weten dat de paal eerst zou worden weggehaald, maar die plannen gaan niet meer door. Daarom komt er vandaag een aannemer die de paal opnieuw instelt.